Een hoop gezelligheid in de Hangshaven vandaag. Absoluut, we zijn met 3 scoutingverenigingen bij elkaar in de Hangshaven. Dus daar maken we er 1 groot feest van voor de jeugd. De 3 verenigingen uit Altena, hoe is dat zo tot stand gekomen? Nou, na de fusie hebben de besturen in eerste instantie gezegd van nou, 1 gemeente betekent ook dat we nu als scoutinggroepen binnen dezelfde gemeentegrenzen vallen. En dan gaan we eens kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen en hoe we in de toekomst meer samen kunnen gaan werken. En dit was de eerste echte concrete uitkomst van het samenwerken. En hoeveel kinderen brengen jullie op zo'n dag bijeen? Vandaag zijn er ongeveer 3500 jeugdleden aanwezig. En dat is ongeveer 2/3 van het totaal wat we aan leden van de 3 gezamenlijke verenigingen hebben. Bij de 3 scoutingverenigingen in de gemeente Altena hebben wij behalve de landscouts ook waterscouts. Die zijn dus bij elke activiteit die ze doen op het water aanwezig. En dat proberen we ook in de gezamenlijke activiteit vandaag terug te laten komen, zodat ook zij onderdeel uitmaken van het totaal. Voor de Welpen hebben we georganiseerd een aantal posten, waaronder we hier dus nu zijn bij het bakken van een broodje, een klassiek scoutingspelletje, hè, wat iedereen denk ik ook wel zal herkennen. Daarnaast hebben we een stormbaan voor de Welpen en gaan ze in kano's het water op. Dan voor de explorers en voor de landscouts, en de waterscouts ook trouwens, die zijn in eerste instantie een wandeltocht gaan doen met posten onderweg. En die gaan daarna terugvaren naar de gezamenlijke afsluiting die we zometeen weer gaan doen.